Ik ben Eva van Surprise Me. Ik werk op het customer service team. Ik help mensen dagelijks met al hun vragen die ze hebben voor het reizen, tijdens het reizen en daarna. Gewoon met alles waar ze mee zitten, daar kunnen ze bij mij terecht en bij ons hele team. Wij verrassen reizigers, mensen in het dagelijks leven met reizen, met een onbekende bestemming. Wij nemen in ieder geval de zorgen uit handen dat je gewoon lekker op reis kunt gaan en kunt genieten van het onbekende en al je lijstjes lekker thuis laten liggen. Ik vind de afwisseling vooral heel erg leuk die we bij Surprise Me aanbieden. Thema van de maand, dus elke keer een wisselend dingetje. Van unusual accommodations tot deze maand last minutes. Maakt het ook heel erg leuk. We hebben ook al een all night long gehad dat je echt één nacht naar een andere stad ging. Dus die afwisseling is heel erg leuk. Maar ook de reguliere thema's die we hebben op de website. Dat je, of je nou wilt dat alles geregeld is of juist niet, er is heel veel mogelijk. Het leukste is gewoon echt om dat te zien wat het doet. En dat zie je ook veel via social media voorbij komen. Via Instagram, via Facebook. Mensen delen heel veel en dat is heel erg leuk. Ik denk dat mijn grootste les die ik tot nu toe heb geleerd is minder oordelen. Juist ook door het hele loslaten van dat je dus niet weet waar je naartoe gaat. Ben ik er iets meer over na gaan denken en vind ik het ook belangrijk om daar iets meer gewoon met een open visie in te gaan. We zijn net dit jaar live gegaan in de UK, dus we hopen eigenlijk natuurlijk dat uit te breiden en over 5 jaar Europese leider te zijn van de reismarkt. Verrassingsreizen natuurlijk. En natuurlijk world domination, of wat zeg ik? Universal domination.